Vorige week heb je kunnen zien hoe ik hier de onderkant van het dak heb bekleed. Maar heb je ook kunnen zien dat ik de klus niet helemaal af heb gekregen. Want hier aan de zijkant moet het nog. Dat ga ik niet deze week doen, want het weer laat het helaas niet echt toe. Deze week ga ik gewoon weer terug naar de schuur. En is er best veel te doen. Want ik ga al het leidingwerk doen. Alle OSB. Oh, en vooral ook heel veel schroeven. Maar daar heb ik iets op. Hier gemarkeerd, komt hier. Komt hier terug, ja. Ja? Ja. Schakelaar voor verlichting in de hal. Ja. Daar beneden aan en uit. Ja. Dan kom je boven en dan kan je hier dus, ja, deur open, ja. Er gelijk bij. Maar we hadden gezegd hier een lampje. Ja. Oh ja, die moet ik dan ook kopen. Ja, dan haal ik gewoon zelf in. Die zijn mooi. Hier.
Volgens mij zei je dat je hem zo ver mogelijk naar rechts wilde. Ja, maar dat ziet er niet uit qua verdeling van de, nee, met het midden. Van? Het middenpaneel. Nou, het is wel mooi om hem iets naar rechts te hangen. Dan kan ik hier een mooie schilderij of zo hangen. Maar dan hangt hij nog steeds daar, hè? Ja, hangt hij boven de wc meer dan boven de douche. Ja. Oké, hebben we het dan genoeg plassen? Ja. Ik ben klaar voor de volgende fase. Want ik heb net de vorige fase afgerond. Wat betreft de leidingen. Wat ik al een tijdje graag had willen gaan doen. Was om de wanden dicht te maken. Te bekleden. Alleen ja, dat kan pas als natuurlijk alles erin zit wat erin moet zitten. En zeker elektra was wel een puzzeltje. Omdat er van alles door deze constructie heen gaat. Ook al is het niet per se... voor hier. De verlichting en de ventilatoren van hiernaast, die lopen hier dwars door deze koker heen naar beneden. Met hotelschakelingen met beneden, die uiteindelijk ook hier de verlichting in het halletje moeten besturen. Gewoon de stroomvoorziening voor de kamer hier. En natuurlijk ook gewoon de elektra in de badkamer. Maar goed, dat is nu allemaal geregeld. Die heb ik allemaal getrokken. De buizen zijn gevuld. En zo gauw ik hier de wandjes dicht heb gemaakt, kan ik ook de elektriciteitsdozen daarvoor gaan plaatsen.
Ja, dan ziet het er natuurlijk al helemaal netjes uit. De verstevigingen van de radiator had ik vorige keer al gedaan. Ik heb hier nu ook de water en afvoer voor de wastafel hier aan de andere kant van deze wand. Die gewoon door de vloer naar beneden gaan. Hieronder zit een soort van technische ruimte. Daar komt het straks allemaal gewoon bij elkaar. Voor nu is het gewoon naar beneden en klaar. Wat ik wel trouw heb proberen te doen, is om op de vloer te markeren waar in de wand de buizen zitten, de leidingen zitten. Zodat als ik hier straks mijn OSB-platen tegenaan ga zetten en ik ga schroeven, dat ik nog wel weet van waar zit het ongeveer. Op dat moment zit het nog vers in het geheugen. Kan ik ook nog zien waar het zit voordat ik de OSB-platen tegenaan zet. Maar ja, als tweede laag gaat er straks de gipsplaat overheen. En die gipsplaat die moet ik ook gaan schroeven. Nou ja, tegen die tijd is het al wat minder zichtbaar. Dus dan zie je nog steeds wel wat er op de grond staat. In de hoop dat er geen schroef in de waterleiding belandt. Maar ja, gelukkig ben ik degene die de gipsplaten gaat plaatsen. Dus is er ook geen sprake van overdracht. Waar ook weer iets mis zou kunnen gaan. Geen garantie op succes, maar toch. Hier komt hij naar buiten. Stopcontactje. Licht voor de slaapkamer. Hier het licht voor het halletje met een hotelschakeling naar beneden. Hier heb ik iets meer kunst- en vliegwerk moeten doen. Hier komt de douche. Met hier een versteviging om straks ook de kraan te kunnen monteren. Hier zie je de dikke pilaar die helemaal naar boven gaat ter ondersteuning van de nok. Daar heb ik een klein beetje uit moeten halen om straks de warmwaterleiding door te kunnen laten leiden. Met hier de opening waar de aansluiting kan plaatsvinden. Hier weet ik nu al dat ik een foutje heb gemaakt. Ik heb de leiding hier door de balk heen gehaald. Terwijl ik eigenlijk dat balkje nog weg moet halen. Want hier komt het rookkanaal. Uiteindelijk wil ik hier de binnenkant bekleden met een roze gipsplaat. En ik had dus bedacht, die roze gipsplaat, die kan ik mooi vanaf de zijkant zo erin sliden en vastschroeven. Maar daarvoor moet dit balletje nog wel weg. Dus als je me in een andere aflevering, of misschien later in deze aflevering, weet ik niet, mij dit balletje ziet doorzagen, dan weet je dat het komt door de fout die ik nu gemaakt heb. Maar goed. C'est la vie. C'est la vie. Maar het belangrijkste, de leidingen zitten erin. Om boven stroomvoorziening te hebben voor ventilatoren en een lamp of zo. Ja, en hier staat al een afvoerpijp voor de wc die hier komt. Die heb ik nog niet gelijmd. Maar die staat daar met een reden. Want als straks de verwarmingsman komt, dan hoef ik niet uit te leggen hoe weinig ruimte dat hij heeft voor zo'n rookkanaal. En is het visueel en fysiek ook tastbaar helder, daar hoeft hij niet te komen. Dus daarvoor heb ik die buis hier alvast neergezet. En tegen de tijd dat het rookkanaal dan geplaatst is een keer, dan kan ik dat relatief eenvoudig uit elkaar halen, lijmen en weer in elkaar zetten. Of misschien toch een klein beetje wijzigen, maar dat zien we tegen die tijd wel. De volgende fase dus. Ik ga maar eens beginnen om hier in de... Wat staat hier laag eigenlijk? Kijk, ik doe hem gelijk zo omhoog. Dan kun je dan gelijk het plafond zien. Want ik ga maar eens beginnen om het plafond te bekleden. Dan hoef ik niet zo nauw te werken met de gipsplaat naar de randjes toe. Omdat de wanden toch nog opgedikt worden. Plafond dicht. En dan de wanden eerst met OSB te bekleden. Voor de stevigheid, voor het eventueel vastschroeven van schilderijtjes of wat dan ook. Dat vind ik een stuk fijner als er wat OSB achter zit. En derde reden, ik vind het altijd zo zielig klinken als je een gipsplaatwandje hebt. En je komt er zo tegenaan, dan voelt dat zo hol. Dus daar helpt de OSB ook wel tegen. Ik heb ook nog wat steenwol meegenomen, kan ik het ook nog een beetje opvullen. Want als ik iets niet tof vind, zijn het wel holle wandjes. Dat vind ik zo goedkoop klinken. Letterlijk klinken dan. Dus vandaar deze opbouw van de wand. Ja, genoeg gekletst zou ik zeggen. Aan de slag.
Zet maar even een lekker muziekje aan of zo onder de video. Zo. En toen had de badkamer een plafond. Ik moet zeggen, ik heb deze te leen. Hij is niet van mij. Maar is wel een super ding hoor. Om zo even je gipsplaten vast te kunnen zetten met één hand. Ik heb er wel naar gekeken. Omdat ik wist dat ik behoorlijk wat gipsplaten vast zat te zetten. Maar ik vond het een te grote investering om zelf te kopen. Maar nu dat ik hem te leen heb... Het werkt wel fijn. Ik moet toegeven. Dus zolang ik hem nog heb, ga ik nog even door. Voor nu is de gipsplaat even gedaan. Nu moet er eerst een laag OSB aangebracht worden. En die OSB die staat daar beneden. En kijk, dat halletje, dat is natuurlijk niet heel breed. Maar via dat halletje krijg ik die platen niet meer naar boven. Dus daar moet ik nog even iets op verzinnen. Ah, ik heb al wat bedacht.
De muren beginnen warempel vorm te krijgen. De onderlaag van OSB zit hier tegenaan. Vooral hier in het halletje. Mocht je nou denken, waarom is hij nou met de middelste plaat begonnen en naar boven gewerkt en niet aan de onderkant begonnen? Nou, met reden. Want zo gauw ik deze onderste platen ga plaatsen, dan ben ik mijn steuntje kwijt van de ladder. Dus ja, vandaar, ik dacht, ik doe een eerste bovenste. Dan kan ik nog even op een laddertje staan om de boel aan te schroeven. Gaat nou het blok er vanaf en kan ik de onderste plaat gaan plaatsen. En is hier helemaal dicht. Nou, zoals ik aan het begin al zei, heel veel OSB, heel veel schroefjes en alle elektra, water en afvoer zitten erin. Dus we zijn behoorlijk opgeschoten deze week. Ik durf bijna te zeggen dat het vorm begint te krijgen. Maar ik heb nog een raadsel voor de oplettende kijker. Misschien is het je opgevallen in deze aflevering dat er ergens een soort mysterieuze transitie heeft plaatsgevonden. Misschien weet je waar ik het over heb. Ik ben in ieder geval teruggekomen op een besluit wat ik eerder heb genomen. Ja, misschien een beetje raadselachtig. Als je weet wat ik bedoel, zet het dan even hieronder in de comments.
Volgende week kom ik erop terug. En doe ik dit mysterie uit de doeken. Even managing expectations. Als je het niet gezien hebt, het is niet heel schokkend. Tot zover deze aflevering. Ik ben nog steeds in afwachting van de verwarmingsmannen voor het rookkanaal. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat je ze volgende week te zien krijgt. Ik weet niet of het rookkanaal dan helemaal af is, maar ze gaan in ieder geval wel beginnen. En voor de rest weet je het, hè? Abonneren als je het een tof kanaal vindt. Belletje aanzetten als je de aflevering van volgende week niet wil missen. En natuurlijk even de duimpje omhoog. En dan zeg ik voor nu tot volgende week.